kind was ik altijd heel gefascineerd door schoenen. Ik ging altijd onder tafel zitten om naar mensen in schoenen te kijken. En daaruit is dan uiteindelijk een schoenenlabel gekomen. Ah, dat is tof. En ging uw voorkeur toen ook al uit naar de Italiaanse materialen? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik was nog zo klein, maar ik ging er wel graag op vakantie natuurlijk. Amai, dat zal wel. Nu moet ik er ook nog vaak komen, maar dat is dan vooral om mijn leveranciers te bezoeken, wat dat ook heel leuk is natuurlijk. Ja. En over uw gsm-verbruik moet u ook al geen zorgen meer maken. Ja, amai. Vroeger had ik altijd schrik als ik in het buitenland was en ik wou surfen dat mijn pak geld ging kosten. Ja, dat is gelukkig verleden tijd. Ben je nu tevreden over je nieuw roamingtarief? Zeker. Ik had er zelf niet aan gedacht, maar nu kan ik met een gerust hart surfen. Ah, wel, ik verwacht nu wel een pak foto's uit Italië op uw Facebook, hè? Dat zal zeker het geval zijn. Maar serieus, ik ben heel blij dat ik bij jullie ben langsgekomen en je gaat me zeker nog zien. Ook op zoek naar de meest voordelige oplossingen voor uw zaak? Vraag dan een gratis bizcheck. Proximus. Altijd dichtbij.